Ja, even wachten tot ik zie dat de opnameknop werkt. Ja, dat klopt. Werkt het nu? Ja. Oké. Goedemorgen. Dus deze uiteenzetting over de kleinschalige partnerschappen zal bestaan uit twee delen. Ik ga eerst wat meer algemeen toelichting geven bij het Erasmus Plus programma, dus om de kleinschalige partnerschappen te kunnen kaderen. En dan in het tweede deel van mijn uiteenzetting zal ik op de kleinschalige partnerschappen zelf wat dieper ingaan. Kleinschalige partnerschappen zijn een actie die vallen onder het Erasmus Plus programma. En het Erasmus Plus programma, dat is een programma van de Europese Unie die dat tot doel heeft de samenwerking te stimuleren op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport. In het verleden waren daar allemaal aparte programma's voor. En sinds het vorige programma, het eerste Erasmus Plus programma, zijn die domeinen eigenlijk allemaal samengevoegd in één groot programma. Het vorige programma heeft 7 jaar gelopen tot 2020 en dit jaar is er een nieuw programma van start gegaan. Zij het niet zonder enige moeite. Maar we zijn nu voorgoed vertrokken voor de komende 7 jaar. Aan dit programma nemen 33 landen deel die wij programmalanden noemen. Dat zijn in eerste instantie de EU-landen, maar ook landen zoals Turkije, Noorwegen, Liechtenstein. Dus in totaal 33. En dan hebben we, maar dat is niet relevant voor kleinschalige partnerschappen, de landen die geen programmalanden zijn, die noemen we dan partnerlanden. En in bepaalde acties kunnen die ook deelnemen. Voor dit 7-jarig programma is er een groot budget goedgekeurd door de Unie, namelijk een budget van 26 miljard euro. Als we dat vergelijken met het budget van het vorige programma, dat rond de 14 miljard zat, dan kunnen we stellen dat het bijna over een verdubbeling gaat van de middelen. En er zal straks ook wel duidelijk worden waarom er nu veel meer middelen ter beschikking staan. Wat zijn de belangrijkste karakteristieken van het nieuwe Erasmus Plus programma? Dat wil nog toekomstgerichter zijn dan het vorige programma. Daarmee bedoelen we dat het programma individuen en organisaties wil helpen om zich aan te passen aan de noden op vlak van onderwijs, opleiding, jeugd en sport die zich vandaag en in de toekomst stellen. Het programma wil ook veel inclusiever zijn en toegankelijker. En tegelijkertijd eenvoudiger om die inclusie en die toegankelijkheid mogelijk te maken. Voor bepaalde acties zal het programma ook meer internationaal zijn. Bijvoorbeeld leerlingen die op een VET-stage gaan, konden dat tot 2020 enkel in een programmaland, dus in een EU-land of in Noorwegen bijvoorbeeld. Die zullen dat vanaf nu ook, bij wijze van spreken, in Canada of in Marokko kunnen gaan doen. Het nieuwe programma wil ook digitaler en groener zijn. En uiteindelijk is het de bedoeling om ervoor te zorgen dat er veel meer deelnemers nog zullen zijn dan in het verleden reeds het geval was. Vandaar ook, als je meer deelnemers wil hebben aan het programma, dan moet je uiteraard ook veel meer middelen voorzien. Wat zijn nu de doelstellingen van dat Erasmus Plus programma? De algemene doelstelling is meewerken aan de realisatie van wat men noemt de European Education Area. Dat is eigenlijk een strategie over een periode van 5 jaar. Die bestaat uit een aantal pijlers, een zestal, waarbij men aan verschillende zaken wil gaan werken
zoals bijvoorbeeld inclusie, de kwaliteit van het onderwijs, internationalisering. En daartoe moet het Erasmus Plus programma ook zijn steentje bijdragen. Dan meer specifieke doelstellingen van het programma zijn het bevorderen van mobiliteit. Daarvoor zijn er een aantal acties, of is er één grote sleutelactie die wij KA1 noemen. Dat gaat over mobiliteit van individuen. Dan hebben we alles wat te maken heeft met samenwerking. Dat is dan de sleutelactie 2 en daar gaan we het zo dadelijk verder over hebben. We willen uiteraard ook de kwaliteit van onderwijs en opleiding gaan bevorderen. En ik beperk mij vandaag heel uitdrukkelijk tot onderwijs en opleiding, omdat EPOS, het nationaal agentschap, is dat bevoegd is voor de onderdelen onderwijs en opleiding, jeugd en sport worden door andere collega's opgevolgd hier in Vlaanderen. En dan hebben we ook het aspect inclusie, daar ga ik ook nog verder op ingaan, zo dadelijk creativiteit en innovatie. In het programma zitten als rode draad een aantal 4 grote prioriteiten die voor alle sectoren van toepassing zijn. Dat zijn inclusie en diversiteit, milieu en de strijd tegen de klimaatverandering, of de zogenaamde groene transitie, de digitale transitie of transformatie en het bevorderen van gemeenschappelijke waarden, betrokkenheid en participatie. En dan heb je, dat is dan specifiek voor KA2-projecten, een aantal sectorspecifieke prioriteiten die ik hier niet kan gaan opnoemen omdat dat ons veel te ver zou leiden, maar die kan je wel terugvinden in de Erasmus-gids, de programma-gids 2021. Die bestaat in het Engels, maar ook is ook vertaald naar alle EU-talen bijvoorbeeld, waaronder het Nederlands. Dan ga ik iets dieper ingaan op die 4 grote prioriteiten, want die zijn toch wel heel belangrijk. De eerste prioriteit draait dus rond inclusie en diversiteit. Meer bepaald ligt de klemtoon op sociale inclusie en de deelname van mensen met fewer opportunities. En ik heb dat hier in het Engels laten staan, dat is de term die in de Engelstalige programmagids gebruikt wordt. Ik heb gezien in de Nederlandse versie wordt er de term kansarme groepen gebruikt. Maar het is toch wel nodig om elke keer gaan uitleggen wat we nu precies bedoelen met fewer opportunities. Omdat bijvoorbeeld wij al een verschil maken tussen de invulling van dat begrip voor deelname aan mobiliteitsprojecten en deelname aan samenwerkingsprojecten. Men heeft vastgesteld dat er een aantal barrières of belemmeringen zijn en die heeft men dan opgedeeld in een achttal categorieën. Barrières, belemmeringen die er zijn om deel te nemen aan het Erasmus Plus programma. En dat gaat dan over mensen die een fysieke handicap hebben, over mensen die met gezondheidsproblemen kampen, maar evengoed economische, culturele, sociale kenmerken van deelnemers die hen beletten of het moeilijk maken om deel te nemen aan een programma als Erasmus Plus, maar ook de karakteristieken van onze onderwijs- en opleidingsstelsel zelf die het soms moeilijk of onmogelijk maken om deel te nemen. Dan zijn er ook nog belemmeringen als gevolg van discriminatie en geografische belemmeringen. Hoewel dat laatste veel minder speelt, denken wij hier in Vlaanderen. Dat gaat dan in eerste instantie over rurale en afgelegen, geïsoleerde gebieden, waar de facto al veel minder
deelnemers zijn of organisaties die kunnen deelnemen aan het programma. Nu kan inclusie en diversiteit, evenals die andere prioriteiten, als het thema of een van de thema's van je samenwerking gaan kiezen. Maar dat is geenszins een verplichting. In het geval van inclusie, als je daarvoor kiest, is het wel een extra pluspunt bij de beoordeling. Maar zelfs als je er niet voor kiest om rond inclusie en diversiteit te werken, dan zal je toch gevraagd worden om met het aspect inclusie rekening te houden bij het ontwerpen van je project. Ik ga daar straks ook nog even kort op terugkomen. Het tweede aspect, duurzaamheid. Ik denk dat ik dat misschien het belang daarvan niet meer moet onderstrepen. We hebben gisteren Ursula von der Leyen aan het woord gehoord. Die haar State of the Union heeft gegeven. En dus het belang van de European Green Deal die er gekomen is, heeft onderstreept. En ook de onderwijs- en de opleidingssector heeft daar eigenlijk zijn steentje in bij te dragen in die European Green Deal. Door bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat onze opleidingen aangepast zijn om onze jongeren en onze volwassenen in staat te stellen van mee te gaan in de digitale en in de groene transitie. En ook hier, net als bij het vorige criterium, is het eigenlijk de vraag om, zelfs als je project niet over duurzaamheid gaat, om het project toch op een duurzame manier op te zetten. Dan het... De derde prioriteit, de derde grote prioriteit, die heeft te maken met digitalisering. Ja, om te beginnen is er een evidente link met wat er het voorbije anderhalf jaar gebeurd is sinds het uitbreken van de COVID-pandemie en het plotse omschakelen naar blended en distance learning. Dus waarbij eigenlijk iedereen wat zijn plan heeft moeten trekken om zo goed of zo kwaad mogelijk zijn onderwijs- of opleidingspraktijken kunnen verder te zetten. De Europese Unie heeft parallel aan het Erasmus Plus-programma een Digital Education Action Plan goedgekeurd, dat dezelfde looptijd heeft als het Erasmus Plus-programma. En wat eigenlijk bestaat uit twee grote componenten of prioriteiten. Van de ene kant wil men het digitaal ecosysteem verder gaan uitbouwen. Dus dat zijn bijvoorbeeld performantere netwerken. En van de andere kant wil men gaan werken aan de skills en de competenties. Dus dat is zeker iets waar je in het kader van dat tweede, waar je in het kader van Erasmus Plus projecten kan gaan aan werken. En ook hier wordt er gevraagd om daar rekening mee te houden bij het uittekenen van je projectontwerp. Dus inclusie, het groene aspect en het digitale aspect zouden in elk projectontwerp moeten verwerkt zijn. En dan is er nog een vierde prioriteit die te maken heeft met het bevorderen en het verdedigen van onze Europese waarden met het burgerschap en met participatie aan het democratische leven. Ook daar heeft Ursula von der Leyen gisteren heel uitdrukkelijk naar verwezen dat wij dat dus als Europeanen moeten verdedigen, de rechtsstaat, de democratie, dat we dat dus moeten verdedigen in deze wereld. Goed, ik ga hier niet verder op ingaan.
hoe is het Erasmus Plus programma nu opgebouwd? Ik heb daar straks al verwezen naar kernacties of sleutelacties, key actions genaamd in het Engels. Het programma bestaat uit drie kernacties. Dus KA1, wij spreken over KA1, Key Action 1, voor individuele leermobiliteit. Dat zijn bijvoorbeeld de Erasmus-studenten, om nu het best bekende voorbeeld te geven. De Erasmus-studenten die naar het buitenland gaan, die worden via KA1 gefinancierd. Dan hebben we KA2, samenwerking tussen organisaties en instellingen. Daar vallen de kleinschalige partnerschappen onder. En dan is er ook nog een derde kernactie die meer bedoeld is voor beleidsmakers. En die kunnen daar steun krijgen voor beleidsontwikkeling en samenwerking. Daar worden door de Europese Commissie dan gerichte oproepen gedaan naar die mensen om projectvoorstellen in te dienen. En daarnaast drie kernacties zijn er ook nog de Jean Monnet-acties. Die bestonden ook al in het vorige programma. Die dienen er eigenlijk voor om bijvoorbeeld leerstoelen op te zetten aan universiteiten. Maar onder het nieuwe programma zijn er nu ook acties mogelijk in scholen om ook weer De Europese waarden en normen bekend helpen te maken, sensibilisering rond te doen enzovoort. KA2, dus dat is het luik samenwerking, dat bestaat op zich weer uit verschillende blokken. Ik ga mij beperken tot één blokje vandaag. Namelijk, of één luik, namelijk de Partnerships for Cooperation. Dat is de Engelse term die gebruikt wordt. En dat valt uiteen in twee onderdelen. De Small Scale Partnerships, het onderwerp van vandaag. En de Cooperation Partnerships. Die worden aangeduid met een nummer. Voor de Small Scale Partnerships spreken we over KA210. En er zijn in drie domeinen small scale partnerships. In het domein school, dus dan voegen we daar achter die KA210 SCH aan toe voor school, VET voor beroepsopleiding en beroepsonderwijs en EDU of ADU voor adult education, volwassenen educatie. Ik ga heel even stoppen om te kijken of er tot nu toe al vragen zijn over hetgeen wat ik verteld heb. Nee, de chat is op dit moment nog leeg. Oké, dan ga ik nu beginnen met de small scale partnerships en dan zullen er wellicht vragen komen. Wat zijn de doelstellingen of wat is de bedoeling van small scale partnerships? De naam zegt het zelf al, het zijn kleinschalige partnerschappen. En de belangrijkste bedoeling daarvan is eigenlijk nieuwkomers of organisaties met heel weinig ervaring aan te trekken in het programma. Het andere type van projecten, cooperation partnerships, die zijn iets complexer. Maar dus die small scale partnerships, die zouden moeten toelaten aan nieuwkomers om, of minder ervaren organisaties of ook kleinschalige spelers om hun eerste passen te zetten in het programma. Bedoeling is ook van deelname van groepen met fewer opportunities om dat te gaan ondersteunen. En de derde grote doelstelling is om het Europees burgerschap, dus dat is die vierde grote prioriteit, om die te ondersteunen en die van het Europese niveau naar het lokale niveau te brengen. Dus dat zijn de drie grote doelstellingen, maar daarnaast heb je ook nog een aantal doelstellingen die
ook van toepassing zijn op de grotere samenwerkingsprojecten, de cooperation partnerships. Dat is in eerste instantie de kwaliteit van het werk en de praktijken van de organisaties die in zo'n partnerschap samenwerken gaan vergroten. Ook de capaciteit vergroten bij die organisaties om transnationaal, dus Europees, te gaan samenwerken. Uiteraard is het de bedoeling dat je via zo'n project gemeenschappelijke behoeften en prioriteiten gaat aanpakken. Dat is anders dan in een KA1-project, waar dat je eigenlijk louter vertrekt vanuit je eigen noden. En dan gaat kijken aan welke noden wil ik, kan ik iets doen en biedt Europese samenwerking een meerwaarde. Hier ga je eigenlijk de behoeften en de prioriteiten van jezelf en je partner of je partners samenleggen en proberen aan te pakken via een Europese samenwerking. Met als uiteindelijke bedoeling transformatie en verandering mogelijk te maken en op die manier de kwaliteit van het werk, van het onderwijs, de opleiding die jullie aanbieden, te gaan vergroten. Dat zijn de grote doelstellingen van small scale partnerships. Ja, ik gebruik nogal vaak de Engelse termen, omdat we dat eigenlijk gewoon zijn. We gebruiken iets minder onder collega's die Nederlandse terminologie. Maar dus ik gebruik dat hier nu een beetje door elkaar. Wie kan er nu een aanvraag indienen voor een small scale partnership en wie kan daar aan deelnemen? Om te beginnen is het heel belangrijk om te weten dat je enkel small scale partnerships, kleinschalige partnerschappen, hebt in drie domeinen, namelijk volwasseneneducatie, schoolonderwijs en beroepsonderwijs en opleiding. Dus je hebt geen kleinschalige partnerschappen in het domein hoger onderwijs. Om aanvrager te kunnen zijn en of partner, moet je uit een programmaland komen. Dus dat is één van die 33 landen, de 28 EU-landen, Noorwegen, Turkije, Liechtenstein, Noord-Macedonië en nu vergeet ik er nog één of twee. Dus één van die landen, daar moet je organisatie gevestigd zijn om een aanvraag te kunnen indienen of partner te zijn in een kleinschalig partnerschap. Dat geldt zowel voor publieke als particuliere organisaties die kunnen aantonen dat ze actief zijn op het vlak van onderwijs, opleiding, vorming, dus formeel en niet formeel, informeel leren. Belangrijk is wanneer je zo'n kleinschalig partnerschap gaat opzetten, dat je uiteraard een partner of meerdere partners kiest in functie van je projectdoelstellingen. Dus je moet partners gaan zoeken met wie je een aantal gemeenschappelijke uitdagingen hebt die je samen wil gaan aanpakken. Het partnerschap is kleinschalig in die zin dat je maar met minstens twee organisaties moet zijn uit twee verschillende programmalanden. Dus jij als Vlaamse organisatie moet dan één partner vinden in bijvoorbeeld Nederland, Duitsland, Portugal, noem maar op. Twee organisaties volstaat. Maar het moet dus wel een organisatie zijn uit een ander land dan België. Dus een Vlaamse en een Waalse organisatie bijvoorbeeld is niet mogelijk. Dat is onvoldoende. Dan moet er nog een partner bij komen uit een derde land. Er is geen maximum qua aantal deelnemende organisaties, maar dat is een beetje theorie. Want ik ga straks zeggen hoeveel budget je kan aanvragen. En eigenlijk door het feit dat er een plafond zit op het budget dat je kan aanvragen, is er de facto ook een plafond op het aantal deelnemende organisaties. Waar moet je project zich afspelen? Dus waar moeten de activiteiten uitgevoerd worden? En hoe lang
moet je project duren of mag je project duren? Om te beginnen moeten alle activiteiten georganiseerd worden in de landen van de deelnemende organisaties. Dus stel, ik ben een Vlaamse organisatie en ik ga in zee met een Nederlandse organisatie, dan moeten al onze activiteiten in België en of in Nederland plaatsvinden. Maar wij mogen ook activiteiten organiseren in een plaats waar een instelling van de EU is gevestigd. Stel, ik ben een school uit Oostende en ik werk samen met een partner uit Den Haag. Een school uit Oostende en een partner uit Amsterdam bijvoorbeeld. Dan zouden wij kunnen beslissen om activiteiten op te zetten in Brussel of in Den Haag. Ook al zijn onze organisaties zelf niet in die steden gevestigd. Dat is toegestaan. Projectduur moet zich situeren tussen een minimum van 6 maanden en een maximum van 24 maanden. En je project zal ten vroegste van start kunnen gaan op 1 maart 2022. Bij het uitschrijven, het opzetten van je projectvoorstel, zal je rekening moeten houden met 4 fasen. De planning, de voorbereiding, de uitvoering en de follow-up. Bij de planning komt het erop neer dat je dus gaat kijken wat zijn de precieze noden van waaruit wij dit projectvoorstel formuleren. Hoe vertalen we die noden in een aantal doelstellingen die we willen bereiken? Welke projectresultaten en leerresultaten willen we dan precies bereiken met het project? Welke activiteitsvormen gaan we daarvoor kiezen? Dus welke types van activiteiten gaan we organiseren om onze projectresultaten te bereiken en onze doelstellingen te realiseren? En hoe gaan we die activiteiten in de tijd uitzetten? Dus een tijdschema maken. Zodanig dat alles logisch op elkaar volgt. Dan heb je de fase van de voorbereiding. Dus dat is het feitelijk plannen van je activiteiten. Het formuleren van een werkprogramma. Het maken van praktische regelingen met je partner of je partners. Kijken of de doelgroepen effectief beschikbaar zijn, betrokken kunnen worden bij het project. En indien je dat niet zou doen in de projectaanvraag zelf, dan moet je duidelijke en bij voorkeur schriftelijke afspraken maken met je partners. Bijvoorbeeld over het verdelen van de financiering. Wanneer ga je als projectcoördinator gelden doorstorten naar je partners? Wat moet er dan qua voorwaarden vervuld zijn om dat te kunnen doen. Misschien staat dat niet in de projectaanvraag zelf beschreven, dan moet je een apart document gaan maken met die partners waar dergelijke zaken in geregeld worden. De derde fase, ja, dat is de uitvoering van de activiteiten zelf. En als de activiteiten gaande zijn of allemaal zijn uitgevoerd, dan ga je normaliter evalueren. Dus dat kan tussentijd zijn en zeker op het einde van het project. De bedoeling is dus de activiteiten zelf te gaan evalueren, maar ook de effecten, de impact die ze gehad hebben. En een tweede aspect bij de follow-up is, hoe ga ik de resultaten die ik bereikt heb, hoe ga ik die delen? En gebruiken, dus om te beginnen gebruiken binnen de betrokken partnerorganisaties, maar ook hoe ga ik die delen binnen die organisaties en eventueel daarbuiten. Dat noemen we dan met een duurder woord, disseminatie. Ik heb het al een paar keer gezegd toen ik de prioriteiten toelichtte.
Dus de eerste drie, inclusie, milieu, duurzaamheid en het digitale aspect, dat zijn drie aspecten die je niet mag vergeten wanneer je je project gaat formuleren. Dus daar moet een element van, of daar moeten elementen van inclusie, duurzaamheid en digitalisering in zitten. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je een fysieke leeractiviteit hebt bij een van de partners, maar dat je die gaat voorbereiden en opvolgen via digitale weg, om maar een voorbeeld te geven van hoe je zo'n digitale dimensie zou kunnen verwerken in je projectvoorstel. Voor het groene aspect, ja, moet je gaan nadenken. Moet ik per se naar mijn partner reizen met het vliegtuig? Of kan ik bijvoorbeeld de trein nemen, wat dan toch milieuvriendelijker is? En voor inclusie moet je vooral gaan kijken naar wie zijn mijn doelgroepen? En hoe kan ik die op een maximale manier bereiken en of laten participeren aan het project zelf? Als je bepaalde activiteiten heel specifiek voor hen zou opzetten. Hoe wordt zo'n kleinschalig partnerschap gefinancierd? Wel, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Je krijgt, of je vraagt, beter gezegd, een vast bedrag. Ofwel vraag je 30.000 euro, ofwel vraag je 60.000 euro. En dat zal uiteraard afhankelijk zijn van de doelstellingen die je wil bereiken, de activiteiten die je daarvoor moet organiseren en het aantal betrokken partners. In de projectbeschrijving zal je doelstellingen, activiteiten en verwachte resultaten moeten formuleren. Dat is eigenlijk voor elk type van project van toepassing. Belangrijk is natuurlijk dat je ervoor zorgt dat daar een interne samenhang is tussen de doelstellingen die je formuleert, de activiteiten en de verwachte resultaten. Je moet ook, dat heb ik daarnet eigenlijk ook al gezegd, een tijdschema geven in je projectbeschrijving en de belangrijkste mijlpalen gaan vermelden. Dus stel dat je zegt, ja, ik heb een tussentijds resultaat, een belangrijk tussentijds resultaat na 6 maanden of na 1 jaar, dan moet je dat heel uitdrukkelijk gaan vermelden in je projectbeschrijving, zodanig dat dat ook zowel door jullie zelf als door ons kan gemonitord opgevolgd worden. Of dat effectief het geval is, dat dat bereikt is. En meestal is zo'n tussentijdse mijlpaal een belangrijke voorwaarde om verder te kunnen gaan met de rest van het project. Als je mijlpaal 1 niet haalt, kan je dikwijls moeilijk verder werken naar mijlpaal 2, 3 enzovoort. Je moet ook een begrotingsplan, dat is nu misschien een zwaar woord, maar je moet ook een soort begrotingsplan voorzien. Maar daar zijn geen verplichte kostenposten voorzien. Dus je moet bijvoorbeeld niet gaan zeggen om doelstelling 1 te realiseren ga ik activiteit 1 en 2 doen. En daarvoor heb ik zoveel personeelskosten nodig, zoveel werkingskosten en zoveel investeringskosten. Je mag dat doen, maar je bent niet verplicht om dat op die manier te gaan formuleren. Je hebt ook de vrijheid om zelf de activiteiten te gaan definiëren. Bij de cooperation partnerships heb je een aantal voorgedefinieerde zaken, zoals bijvoorbeeld een transnational project meeting. Dat is dus een vergadering die je houdt om de zoveel tijd met de projectpartners om te bekijken hoe de evolutie van het project is, om verdere afspraken te maken, om het budget te bekijken, hoeveel geld is er al uitgegeven, hoeveel geld hebben we nog in kas, dergelijke zaken. Ik neem aan dat je dat normaliter wel voorziet in elk type van samenwerkingsproject, een dergelijke vorm van vergaderen. Maar je bent niet verplicht om dat te doen en je kiest dus volledig zelf hoe een activiteit eruit ziet
wie daaraan deelneemt, hoe lang die moet duren, hoeveel die gaat kosten. Belangrijk is wel dat je bij het formuleren van het budget telkens malen rekening houdt met het doel, de activiteiten en de verwachte resultaten. En ik heb hier nu, maar daar gaan we in een andere sessie, de schrijfsessie rond kleinschalige partnerschappen, in detail op ingaan. Maar ik heb hier één deel van het online aanvraagformulier gekopieerd om even duidelijk te maken. Als je activiteiten gaat formuleren, dus dat is activiteit per activiteit dat je eigenlijk zal moeten aanmaken. En dan zie je, ik heb dat met rood omlijnd, dat je een geschatte kost van die activiteit gaat moeten geven. Dat is dan hier rechts bovenaan. En helemaal onderaan staat er, ik weet niet of het leesbaar is, maar ik zal het voorlezen. Please provide a breakdown of the estimated costs for the activity. Dus je moet, als je zegt activiteit 1 gaat 5000 euro kosten, moet je wel kunnen uitleggen hoe je aan die 5000 euro bent gekomen. Hoe worden kleinschalige partnerschappen beoordeeld? Er zijn 4 beoordelingscriteria. Dat is om te beginnen de relevantie van je project. Dan gaat men kijken naar, is het project om te beginnen relevant voor de partners die het hebben ingediend? En is het ook relevant voor het domein? Stel dat je een kleinschalig partnerschap indient in het domein VET. En jullie zijn 2 instellingen die eigenlijk geen ervaring hebben in het domein VET. Dan is het misschien vreemd dat jullie daar toch een projectvoorstel zouden indienen. Er wordt gekeken naar het aspect opbouw van capaciteit. Dus in welke mate gaat dit project effectief iets doen aan capacity building bij de partners. En capaciteitsopbouw zowel in termen van kwaliteitsverbetering als in termen van internationalisering. En dan ook het aspect inclusie. Ik heb het daar straks al gezegd. Je bent niet verplicht inclusie als thema te kiezen, maar je moet het wel verwerken als aspect van je projectwerking. En als dat er dus duidelijk in verwerkt zit, zal dat als een pluspunt tellen bij het criterium relevantie van je project. Het tweede criterium heeft betrekking op de uitwerking en de uitvoering van het project. Dus, experten zullen gaan kijken naar de doelen die geformuleerd zijn. Zijn die duidelijk? Zijn die concreet? Bijvoorbeeld schrijven we gaan de kwaliteit van het onderwijs of ons onderwijs verbeteren. Is weliswaar een nobele doelstelling, maar te algemeen geformuleerd om eigenlijk te kunnen nagaan welk type activiteit moet je daar dan voor organiseren en hoe ga je kunnen meten of dan de kwaliteit van het onderwijs of ons onderwijs verbeterd is. Dus je moet dat echt op een zo concreet mogelijke manier gaan formuleren. Er wordt ook gekeken naar het aspect inclusie bij het organiseren van de activiteiten. Dus zorg je ervoor dat deelnemers met viewer opportunities effectief kunnen deelnemen als je bijvoorbeeld een leeractiviteit zou opzetten in het kader van je project of als je bepaalde zaken zou gaan ontwikkelen die specifiek voor hen bedoeld zijn, kunnen zij daar dan effectief gebruik van maken. Is je werkplan helder? Dus is het logisch opgebouwd. En dan het aspect kostenefficiëntie. En dat is misschien een wat moeilijker element. Je moet dus een keuze gaan maken tussen een vast bedrag voor je project van 30.000 of 60.000 euro. En misschien zou je dan zeggen, ja, waarom zou ik maar 30.000 euro aanvragen als ik ook 60.000 euro kan aanvragen? Maar je moet toch wel
ervoor zorgen dat je argumentatie om het ene of het andere budget te vragen voldoende overtuigend is. En dat het ook, als je iets voor 60.000 euro gaat doen, dat het bij wijze van spreken ook niet doenbaar zou mogen zijn voor 30.000 euro, want dan is het eigenlijk niet meer kostenefficiënt. Er zal ook gekeken worden naar de mate waarin digitale platforms zoals e-twinning of Epale gebruikt worden of andere platforms. Maar ik vermeld nu twee Europese platforms die veel gebruikt worden en naar het aspect milieuvriendelijkheid. Ja, ik zie dat ik hier nu een fout in deze slide heb staan. De eerste twee criteria staan op 30 punten. Het derde criterium staat op 20 punten en niet op 30 zoals hier staat. Dat gaat over de samenstelling van het partnerschap en de afspraken die gemaakt zijn voor een goede samenwerking binnen dat partnerschap. Samenstelling van het partnerschap, dus er wordt gekeken, is dat dan een goede mix van partners? Zijn er ook nieuwkomers of organisaties met weinig ervaring? Is de rolverdeling tussen de betrokken partners duidelijk? En hebben zij goede afspraken gemaakt op vlak van communicatie en project management? Dus daar staan 20 punten op, geen 30. En dan tot slot, maar dat is, en dat komt altijd op het einde, maar eigenlijk is dat misschien wel het belangrijkste, namelijk welke impact wil je uiteindelijk realiseren? En daar gaan experten kijken naar, ja, je formuleert een bepaalde impact, dus een bepaalde verandering die je eigenlijk wil zien ontstaan. En de vraag is, kwaliteitsverbetering bijvoorbeeld, van je onderwijsprocessen of... En de vraag is, hoe ga je dat dan integreren in de reguliere werking van de partnerorganisaties binnen het project? Maar evengoed, hoe ga je die veranderingen evalueren, meten? En hoe ga je die bekendmaken binnen je eigen organisatie en waar mogelijk ook bij andere partners die daar belang zouden kunnen bij hebben? Om in aanmerking te kunnen komen voor financiering, moet je in totaal minimaal 60 punten op 100 halen en per criterium de helft van de punten. Dus als je 65 of 70 op 100 haalt, maar je haalt niet de helft voor impact, dan kan je project spijtig genoeg niet gefinancierd worden. Hoe kan je nu een aanvraag indienen en wanneer moet je je aanvraag indienen? Het indienen gebeurt louter en alleen online. Daar zijn formulieren voor ontwikkeld door de Europese Commissie. Er zijn drie formulieren voor het domein volwasseneneducatie, ADU, K210 ADU. Voor het domein schoolonderwijs, K210 school. En voor het domein VET, KA210 VET. Ik heb hier ook de link er nog eens ingezet. En als je dus naar die webpagina gaat, moet je op opportunities klikken. En dan krijg je de verschillende domeinen te zien. Je krijgt daar ook wel higher education bijvoorbeeld te zien en youth. Maar dat is dus voor small-scale partnerschappen niet van tel. Je moet dan, ja, wie in het domein school wil, moet bij school onderaan klikken. See open calls en daar zal hij dan het betrokken formulier terugvinden. Heel belangrijk is de deadline te respecteren. Die valt dit jaar op 3 november. 12 uur Brusselse tijd en dat is 12 uur stipt, dus dat is geen... 2 seconden na 12, dat wordt allemaal geregistreerd. En als je de pech zou hebben om in te dienen 2 seconden na 12, dan is je project de facto
onontvankelijk wegens te laat ingediend. En dat zou uiteraard een spijtige zaak zijn voor alle moeite die je gedaan hebt. Dan heb ik nog een laatste slide. Wij organiseren ook nog 2 schrijfsessies op 13 oktober in de voor- en de namiddag. Daarvoor kan je je ook online inschrijven via de website van EPOS. Dus degene die van plan zijn om effectief aan aanvraag te werken en die graag nog wat bijkomende uitleg zouden krijgen aan de hand van het projectformulier zelf, die raad ik aan om zich in te schrijven voor de schrijfsessie. Goed, daarmee heb ik het belangrijkste verteld. Ik vermoed dat er nu wel vragen zullen zijn, Mark. Het is nog vrij beperkt, maar dus bij deze ook een uitnodiging om toch kenbaar te maken als je een vraag wilt stellen. Mirjam is de eerste die een vraag had. Eigenlijk is mijn vraag voor een stuk ook nog al wel beantwoord, omdat wij de vraag hadden, wij zijn ervaren partners, mogen we wel zeggen, maken wij ook een kans om een goedgekeurd project te maken of is het echt gericht op de nieuwkomers? Maar ik heb al begrepen dat het eigenlijk een mix mag zijn. Ja, dat klopt. De voorrang of de voorkeur gaat natuurlijk naar organisaties die nog weinig ervaring hebben. Maar als jij zegt, ja, wij koppelen een organisatie met wat meer ervaring aan één of meerdere partners met weinig of geen ervaring, dan is dat zeker mogelijk. Ja, en dan had ik ook nog een vraag over het budget. Dus het budget van 30.000 of 60.000 is voor alle partners van het project, dacht ik. Ja, dat klopt. Dat klopt. En dus je moet ervoor zorgen dat, ik zeg maar, als je 4 activiteiten hebt, als je alles optelt, dat je exact aan 60.000 euro komt. En moet je dan ook als je... Of 30.000. Ja. Als je leider in een project bent, moet je dan zelf ook de verdeelsleutel doen of krijgen de landen van hun agentschap zelf dat budget ook? Nee, het is dus 1 aanvrager die namens het partnerschap het budget aanvraagt, die dan een contract krijgt van of met zijn agentschap, dus in dit geval zal dat met EPOS zijn. En dan is het aan de projectleider en de partners om in onderlinge afspraak te zien hoe die middelen verdeeld worden. Vandaar dat ik daar straks ook zei, als je het niet in het projectaanvraag zelf kan doen, dan is het toch wel best van in een apart document daar duidelijke afspraken over te maken van hoe wordt dat budget verdeeld, wie krijgt wat waarvoor en aan welke voorwaarden moet voldaan zijn opdat de projectleider gelden doorstort naar de partners. Ah ja, oké. Okay. Ja, dankjewel. Dat waren mijn vragen. Ja, dat is om discussies achteraf te vermijden. Dat de ene dan zegt, ja, maar ik dacht dat wij een voorschot gingen krijgen. Terwijl de projectleider dan misschien zegt, ja, maar wij werken niet met voorschotten. Er moeten eerst resultaten zijn. En pas dan worden er middelen doorgestort. Maar dat zijn zaken die je onderling afspreekt. Hè. Als je wel met voorschotten wil werken onderling, dat kan. Maar dat is een aangelegenheid tussen de partners, daar komen wij als agentschap eigenlijk niet intussen. Ja, oké. Okay. Ja, dus het budget wordt vooraf gestort zoals eigenlijk in de vorige... Wij zullen wel een voorschot storten. Ik weet nu niet hoe groot dat is. Waarschijnlijk is dat 80%. Ja. Maar dus EPOS werkt, is verplicht van met voorschotten te werken. En dan de afrekening als het project is voltooid. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, dankjewel. Oké, dankjewel Jan. Dan hadden we ook nog een vraag van Henk. Lees ik ze voor, Henk, of ga je ze even formuleren mondeling? Ik krijg... geen reactie. Nee, Henk stelt de vraag, is er nagedacht of
de zogenaamde theoretische technische opleidingen zoals handel, boekhouden, informatica enzovoort niet beter onder schoolonderwijs worden ondergebracht en niet onder beroepsonderwijs en beroepsopleiding? Ja, dat is een interessante vraag. In KA2 speelt eigenlijk het onderscheid tussen bijvoorbeeld een ASO of een TSO en BSO opleiding niet. Je moet gaan kijken naar welke, eens kijken in de programmagids, welke specifieke doelstellingen voor schoolonderwijs daar geformuleerd staan. En daar kunnen ook technische opleidingen aan meewerken. Dat is een ander verhaal dan in KA1, waar wij door de Europese Commissie verplicht zijn geweest om een onderscheid te maken tussen wat zij dan noemen general education en vocational education. En wij hebben dat dan in Vlaanderen vertaald als ASO, allee, ik ga het nu even vereenvoudigen, ASO, KSO zit dan onder general education en TSO, BSO onder vocational education. Maar dus voor KA2 is dat onderscheid eigenlijk niet relevant. Je moet gaan kijken naar aan welke doelstellingen van het programma wil ik werken. Dus een van die vier grote prioriteiten of een sectorprioriteit of een combinatie. Maar dat gaan we tijdens de schrijfsessie ook nog wel verder toelichten. Je kan in totaal 3 prioriteiten opgeven in je project. Dus 1 hoofdprioriteit en 2 bijkomende prioriteiten. Dus je zou een combinatie kunnen maken van, ik zeg maar iets, digitalisering met een specifieke prioriteit van het domein school of van het domein VET, naar gelang waar je wil indienen. Maar je moet dus gaan kijken in welk domein of in functie van welke Europese doelstellingen wil ik een bepaalde impact gaan creëren met mijn project. En daar moet je gaan indienen. Het zijn dus niet de partners die het project uitvoeren, die bepalen in welk domein je iets moet indienen, maar de doelstellingen van je project. Bij welke Europese doelstellingen sluiten die aan? Daar moet je gaan naar kijken. Oké, dankjewel Jan. Ik hoop dat dat volstaat als antwoord. Dan geef ik nu het woord aan Sigrid, die had haar handje opgestoken. Ja, dat is nog een andere mogelijkheid. Hè. Als u bovenaan op uw scherm kijkt, hoop ik dat het ook bovenaan staat, zoals bij mij. Heeft u daar ook een icoontje met een mannetje met een handje voor? Daar kan je ook je hand opsteken als je wil. Ja, dat is een andere mogelijkheid. Zeg dit. Oké. Mijn vraag is, ik geef les in het DKO, dit is kunstonderwijs, lagere graad. En er zou een project zijn naar Noorwegen. Maar onder welk type val ik dan van die verschillende diverse formulieren? Ja, dat is eigenlijk hetzelfde antwoord als op de vorige vraag. Het hangt er vanaf wat je wil gaan realiseren. En daar heb ik natuurlijk geen zicht op. Maar anders stel ik voor, als u daar wat meer duidelijkheid over wil, dat u een keer kort op mail zet naar mij, of een van mijn collega's, maar u mag dat naar mij doen. Kort uw idee van wat u eigenlijk wil gaan doen. En dan kunnen wij u adviseren wat dat u best doet. Oké, ja, dank u wel. Goed, dan heb ik een vraag van Kaatje. Of er enkele goede voorbeelden van eerdere projecten kunnen gegeven worden. Is een project bijvoorbeeld van het Model European Parliament een optie? Helaas kunnen wij nog geen voorbeelden geven van goede projecten, om de eenvoudige reden dat wij in het voorjaar een eerste ronde hebben gehad. Nu ja, voorjaar. We hebben dat ook aan het verwerken geweest tijdens de zomermaanden en zelfs nu eerste helft van september. Dus de projecten die tijdens de eerste ronde zijn ingediend, die moeten nog formeel goedgekeurd worden. Dus zolang er geen formele goedkeuring is, kunnen wij moeilijk zeggen van dit of geen project is een goed voorbeeld.
En het voorbeeld waar u naar verwijst, ken ik eigenlijk niet. Dus dat is ook moeilijk om hier nu zo voor de vuist weg een antwoord op te geven. Dus ook daar zou ik zeggen, als u bijkomende duidelijkheid wil van onze kant, zet uw verhaal even kort op mail en dan zullen we het bekijken en uw advies geven. Ik kan misschien even aanvullen bij het laatste wat je zei, Jan. Ja. Ik vermoed dat de vraag komt van iemand uit een school, hè, als het gaat over het Model European Parliament. Als je school gevestigd is, ja, in Oost- en West-Vlaanderen, ja, dan kan je de vraag best aan mij stellen. Ik ben Mark de Vlieger, hè, en de scholen in Oost- en West-Vlaanderen zijn mijn contact. Allee, ik ben het contactpunt voor de scholen in Oost- en West-Vlaanderen. Als je school gevestigd is in Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Brussel, ja, dan contacteer je best Jan die de presentatie geeft. Oké. Dat was het op deze moment even voor de vragen. Is het echt allemaal zo duidelijk? Ik wil eigenlijk nog iets... Ik heb een... Sorry, doe maar Jan. Ja, ik zal eerst de vraag proberen te beantwoorden. Maar ik heb eigenlijk nog een kleine administratieve toevoeging. Een vraag die ik eigenlijk aan iedereen wil stellen. Maar ik zal dat zo dadelijk doen. Eerste vraag. Ja, dan is er een vraag. Heb ik al een concreet idee en een partner of partners nodig om deel te nemen aan de schrijfsessie? Of is de schrijfsessie vooral een wegwijssessie bij de te gebruiken documenten? Ja, dat is we gaan dus door het aanvraagformulier gaan en u uitleggen waar u allemaal moet op letten als u dat invult, zowel technisch als inhoudelijk. En over dat technische aspect gesproken, daar wilde ik eigenlijk nog iets over vertellen, wat ik nu niet in mijn presentatie had of heb geïntegreerd, namelijk... voordat je aan dat online formulier kan, of als je daarmee wil beginnen werken, moet je eigenlijk twee dingen doen. Namelijk, je moet als individu een EU-login aanmaken. Ik weet niet of ik nu Chinees spreek, maar dus als je in de tools van de Europese Commissie online tools iets wil doen, gelijk welke tool, daarvoor heb je een EU-login nodig. Dus dat geldt ook voor die online aanvraagformulieren. En dan zal je zien, als je dan zo'n formulier geopend hebt, dan moet je je organisatie gaan identificeren en ook je partner. En als organisatie heb je een zogenaamd OID nodig. En dat zijn wel zaken die je best zo snel mogelijk in orde brengt, zeker als je van plan bent om effectief een aanvraag in te dienen. Ik weet nu niet of dat voor iedereen duidelijk is, EU-login en OID. Daar staat ook een uitleg over op onze website, op de pagina van hoe doe ik een aanvraag. Ja, het staat inderdaad bovenaan op de knop van hoe doe ik een aanvraag voor een samenwerkingsproject. Ja. Wordt inderdaad ook informatie gegeven over OID en EU-login en dergelijke. Misschien toch nog even... Nog? Ja, maar mag ik even nog even inpikken op de vraag van daarnet? Heb ik een concreet idee nodig? Eigenlijk is het de bedoeling van een schrijfsessie dat we vooral dat we ons richten op de mensen die bezig zijn met een aanvraag. Dat is eigenlijk de grote insteek. Hè? Dus, en op het moment dat je een aanvraag bezig bent aan het schrijven, ja, heb je al een projectidee, heb je op dat moment ook denk ik een partner. Ja? Dat is eigenlijk de basisidee. Nu wil je aansluiten als je die nog niet hebt, geen enkel probleem. Ja, geen enkel probleem. Maar de basisinsteek is eigenlijk ja, dat we ons richten op mensen die bezig zijn met het schrijven. Kijk ook naar de timing. Het is op 13:10. Ja. Dus naar 3:11 ja, zijn het echt mensen die in de laatste rechte lijn zitten voor een aanvraag. Dat is de bedoeling. Maar als je eerder denkt van
goh, ik volg nu de schrijfsessie en ik zal misschien dan mijn aanvraag doen in 2022. Wij kunnen u daarvan niet weerhouden natuurlijk, hè? Dus dat is ook oké. Dan heeft Inne de Poter heeft een vraagje. Ik heb nog geen partnerorganisatie. Hoe kan ik partners, scholen vinden die met dezelfde dingen bezig zijn? Bij haar concreet is het volwassenenonderwijs en digitale inclusie, liefst in het talenonderwijs. Ja, ik ben nu niet zo vertrouwd met de manier waarop ze in de sector van de volwassenen educatie elkaar vinden. Ik denk dat Epali daar misschien wel een mogelijkheid is. Ik weet niet of collega Ben aanwezig is. En of die misschien Eva kan. Ik ben wel aanwezig. Ja, ik denk dat als Inne die vraag ook naar mij stuurt, dan kan ik daar wel redelijk wat, afhankelijk van de specificiteit, kan ik daar wel antwoord op geven. Vroeger waren de consortia daar, daar zijn nog resten van over, dus dat kan nog wel lukken. Ik heb nog wel een netwerk binnen het VWO, dus als Inne die vraag wat concreter kan maken, mag ze die mij zeker bezorgen. En gaan we zien hoe dat we daar nog kunnen verbinden. Oké, zegt Inne. Goed, dan heb ik een andere vraag van Henk. Als je in september 2022 met een project wil starten, wat is dan de limietdatum van indienen? September 2022. Ja, dus we hebben nu de tweede ronde met als deadline 3 november. En dat is voor projecten die ten vroegste 1 maart van start kunnen gaan. Dus ook een project dat in september 2022 wil beginnen, zal nu moeten indienen, denk ik. Want er komt een nieuwe call, 2 rondes in 2022. Maar ik denk dat dat net misschien niet zal... Ik durf het niet met 100% zekerheid zeggen. Of de projecten van die begin 2022 worden ingediend al op 1 september van start kunnen gaan. Misschien wel, maar... Wel, ik ben net even aan het consulteren wat er in het ontwerp zit voor volgend jaar. En het ontwerp, maar dat is nog altijd maar een ontwerp, zegt inderdaad wel dat de deadline van voorjaar 2022 mogelijk projecten vanaf 1 september zal toelaten. Ja, okay. Op dit moment is dat het ontwerp. Dat je dan kan starten tussen 1 september en 31 december van 2022. Als je in het voorjaar 2022 gaat indienen. Ja. Maar ik zeg het als het ontwerp op deze moment. Als secundair, wacht, ik zie hier een vraag van Ann Huss verschijnen. Mm-hmm. Waar je als secundaire school kan gaan zoeken. Ja, men verwijst dan traditioneel naar e-twinning of naar de School Education Gateway. Daar kan je bijvoorbeeld berichten gaan posten dat je een bepaald voorstel hebt, een bepaald idee en dat je op zoek bent naar partners. Dus ik zou in eerste instantie die School Education Gateway gebruiken. Daar zitten ook andere scholen op te kijken die op zoek zijn naar. Nu, dat is meer dan alleen een partner search instrumenten, daar worden ook cursussen en zo opgegeven. Maar je kan daar ook via die weg aan partnersearch gaan doen. Ja. Wij horen ook wel goede geluiden van een aantal organisaties of een aantal scholen die ook gewoon zeggen van kijk, in Facebook zijn er een aantal groepen, je kan het ook gewoon op internet. Allee, er bestaan wel een aantal informele netwerken die je ook via de sociale media kan gaan aanspreken. En sommigen zijn daarmee geholpen, anderen vinden daar hun weg niet in. Oké, goed, hè, maar ook dat is het natuurlijk. En als je bent ook een school, dus je hebt waarschijnlijk ook een koepelorganisatie, dus ook al tijdens je koepelorganisatie misschien aanspreken. Misschien heeft die ook weet van bepaalde partners of scholen in het buitenland die op zoek zijn naar. Ja. En soms helpt het ook, maar dat ik... Daar ben je nu op korte termijn niks mee, maar om deel te nemen aan contactseminaries. Dus wij doen regelmatig oproepen om deel te nemen aan buitenlandse contactseminaries. Dus dat is ook een uitgelezen manier om in contact te komen met buitenlandse partners.
Dat is dan wel heel specifiek, meestal rond een bepaald thema. Maar dat belet je niet. Zelfs als het een thema waarin je van zegt, ja, misschien ga ik daar niet op doorgaan. Om daar een project op te zetten, om eventueel dan met mensen die je daar ontmoet, rond andere thema's te gaan werken. Ja. En misschien, het is mooi, Jan, dat je de link legt, misschien gewoon even reclame maken voor een contactseminarie dat wij organiseren in Leuven rond kwaliteitsvol duaal leren in de individuele beroepsonderwijs en beroepsopleiding, dus eerder gericht op de scholen. Hè. Daar kan je ook potentieel partners vinden om dan, dat is dan niet naar 3 november toe, maar dan misschien in het voorjaar van 2022, een kleinschalig partnerschap op te zetten rond het thema kwaliteitsvol duaal leren in initiële beroepsopleiding. Ben, jij hebt ook nog een inbreng, denk ik. Wel, Mark, ik wou aansluiten bij het contactseminarie voor adult, en dat is dan ineens voor Ine interessant, is er in januari 1 rond taalonderwijs. Dus dat is zeker interessant. Dat zit dan helemaal in de scope die je er net vroeg. Dat is inderdaad dan ook niet meer voor deze ronde, maar voor de volgende ronde. Dankjewel, Ben. Dan een vraagje van Chris. Valt lager onderwijs ook onder schoolonderwijs? Ja, dat valt onder schoolonderwijs, maar nogmaals, hier moet je voor schoolonderwijs gaan kijken naar sowieso een lagere school. Als die iets gaat doen, dat zal zeker relevant zijn voor het domein schoolonderwijs. En in bijkomende orde moet je natuurlijk naar gaan kijken van wat wij willen doen, is dat relevant voor deze actie? Dus zijn daar specifieke doelstellingen geformuleerd in het domein schoolonderwijs? En ik heb het al een paar keer gezegd, ga eens kijken in die programmagids van Erasmus Plus, waar dat mooi beschreven is wat die domeinspecifieke doelstellingen zijn. Mm-hmm. Maar lagere scholen die een projectvoorstel indienen in het domein schoolonderwijs, ja, dat zeker en vast. Oké, dank je, Jan. Zijn er nog vragen, verduidelijkingen die je nog nodig hebt, hulp die je nog nodig hebt? Sigrid opnieuw. Ja, goeiedag. Mijn vraag is, als je een project indient, bijvoorbeeld 3 november, wanneer is het resultaat daarvan geweten? Dat zal ergens, ik denk in februari zijn, eind januari of februari, eerste helft februari, de laatste eerste helft februari, want projecten kunnen in theorie op 1 maart van start gaan. Oké. Okay. Maar ik heb gisteren al eens aan het kijken geweest, wij moeten een hele kalender uitzetten voor het beoordelen van die projecten. En eerder het beoordelingsproces zelf afgerond zal zijn, zullen we al ergens rond 10, 15 januari zitten. En dan moet dat nog, dan moeten die resultaten nog verwerkt worden. Dat moet dan officieel uitmonden in een lijst van te financieren projecten. En dan wordt dat ook gecommuniceerd naar iedereen. Maar dus heel dat proces, dan mag u rekenen dat dat toch wel eind januari ten vroegste zal afgerond zijn. Oké, dank u. Ja, dat was de laatste vraag, blijkbaar. Ja, als er na de sessie van vandaag nog vragen zijn, jullie hebben nu ondertussen ons drie gezien, dus Ben, collega voor Adult Education, of gehoord beter gezegd, Mark voor VET en ikzelf voor School. Dus jullie kunnen ons altijd contacteren met bijkomende vragen, hè, of heel specifieke vragen die moeilijker nu te beantwoorden vallen. Ik denk dat we dan deze sessie kunnen afronden, vermits er nu op dit moment geen prangende vragen zijn. Ik wil iedereen
bedanken voor de deelname en voor het stellen van de vragen. En ja, we wensen jullie in elk geval veel succes bij het uitschrijven van jullie projectvoorstellen. Het zijn nu voor deze ronde en anders hopelijk in het voorjaar van 2022. Goed. Kun jij misschien de opnameknop terug? Ja, dan start ik. Dan stop ik. Goed, bedankt ook namens mij. Ja, tot ziens.